Arbeid en SPWE verzorgen trainingen ter verbetering van ondernemerschap. Het ministerie van Arbeid verzorgt in samenwerking met Stichting Productieve Werkeenheden trainingen ter stimulering en bevordering van ondernemerschap in Suriname. Door de jaren heen heeft scholing van de beroepsbevolking haar nut bewezen, zowel nationaal als internationaal. Dit resulteerde in betere prestatie van de werknemer en het beschikken en toepassen van de aangeleerde vaardigheden. De trainingen worden verzorgd op woensdag 15 en donderdag 16 mei 2019 en wel op het ministerie van Arbeid. Naomi Esaias Friepersen, vervanger onder directeur arbeidsmarkt bij het ministerie van Arbeid, geeft desgevraagd aan dat het ministerie van Arbeid als een van haar taken heeft de her-, om- en bijscholing van de beroepsbevolking. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.